Willen jullie ook een keer bij ons voorlezen? We hebben dat in de krant gezien en willen jullie dat ook een keer bij ons komen doen? Nou, zo is het gekomen eigenlijk. We gaan het vandaag met jullie hebben over onder andere discriminatie, zoals Demi al zei. En over fair play. Ja, wat vond jij zelf van die grap? Vond je het ook grappig? Dat vond ik echt niet kunnen. Wij willen ook iets terugdoen voor onze directe omgeving. En daarom willen wij echt het merk en het imago van de club gebruiken om maatschappelijk actief te zijn. En dat is vooral ook op een school bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. We hopen dat ze iets leren over wat is nou discriminatie? Hoe ziet het eruit? Welke vormen zijn er? Waarom is het kwetsend? Maar ook, wat zou je eventueel zelf kunnen doen als het gebeurt? Hij zegt eigenlijk dat hij niet bij Nederland hoort, omdat ze op apen lijken volgens hem. Kan dat kind ook nog voor de rest van zijn leven pijn doen? Het is leerzaam voor de kinderen, ook bijvoorbeeld de persconferentie. Dat ze echt nadenken over de vragen en ja, wat ga ik nou vragen en wie komen er? Dat is ook heel belangrijk. En ja, wat wil ik weten? Door wie waren jullie geïnspireerd? Wat voetbal je droom al van kind af aan? Jullie hebben gescoord, hebben jullie een gelukskansje? Ik heb dat vroeger nooit gehad op school en dat lijkt me, had me wel super leuk geleken om een profvoetballer in de klas te hebben en om lekker vragen te kunnen vuren. Toen de kudde bij de drinkplaats kwam, bleef Vergeet Me Niet dicht bij zijn moeder. Er zijn zoveel verschillende dieren, mama, fluisterde hij. Hoe moet ik nou nieuwe vriendjes maken? En al de grote nijlpaarden die zijn, maar die wilden niet zijn vriendje zijn. Net kom je de klas binnen en zie je hele kleine kinderen, zie je een beetje zenuwachtig zitten en dan... Als je dan een boekje leest, komt het allemaal een beetje los. Dus dat vind ik wel echt vind ik leuk om te doen. Ik had zoiets eigenlijk vroeger nooit gehad op school. Ik moest altijd gewoon alle opdrachten die je kreeg, moest je maken. En ik denk dat dit ook wel echt een unieke beleving is voor de leerlingen. Iets extra's wat ze krijgen om jezelf te ontwikkelen. En ik vind dat het ook belangrijk is omdat wij als voetbalclub dat bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen.